Dames, heertjes, jongens, meisjes, welkom bij mijn nieuwe weekvlog. Deze week ga ik vloggen. Welkom op deze fantastische maandag, mensen. Hopelijk hebben jullie een lekker weekend gehad. Ik heb echt f***ing goed nieuws dat we gaan beginnen. Kijk eens even, mijn bank is binnen, hell yeah. Het heeft ton te lang geduurd, maar eindelijk is hij er. De kleur, ik zeg je eerlijk man, ik weet het niet helemaal. Maar ik denk dat je straks hier gewoon een mooi kleed bij hebt en een lekker tafeltje, dat op zich wel nice. Ik heb nu alleen hierachter heel veel ruimte, want anders zit je te ver van de tv af. Ik ben nog een beetje aan het twijfelen wat ik hier ga doen. Hier komt een groot schilderij, zoals jullie weten. Twijfels. In ieder geval, vandaag gaan we opnemen met de bankjes. Ik moet nog wat dingen halen. Dat ga ik nu eerst doen, want als ik een beetje laat ben, had ik eigenlijk al een paar dagen eerder moeten doen. En dan weten de andere bankjes dat niet, maar na het zien van deze video wel. Wat we gaan opnemen is dat we een soort van review video gaan doen. Iedereen heeft een naam gekregen en 3 dingen moeten uitzoeken en dan moeten de anderen dat gaan reviewen. Alleen mijn 3 dingen waren nog niet binnen, dus ik moest eigenlijk even een nieuwe halen en dat ga ik dus echt nu doen. En 2 uur gaan opnemen. Ja, niet die al. Mensen, ik ben nu onderweg. Het is allemaal weer krapjes hoor. Ik kom eigenlijk nooit te laat, behalve bij bankzondag. Dan kom ik eigenlijk altijd te laat. Zo ook nu vandaag. In ieder geval, ik ga spullen halen voor de video. Ik hoorde net trouwens dat ik schone kleren moest meenemen en oude kleren aan. Jezus man, verschrikkelijk. Wil je deze video dan leuk doen? Duimpje omhoog. Ik wel elke week vloggen. Denk ik niet. Maar we kunnen het altijd proberen. Dus volgende shot zie je de bankzitters. Nog geen bankzitters. Oh mijn god. Complete paniek. Mijn rechter achterband is lek. Wat een poep zo, jongen. Wat een begin van de week. Mensen, ik mag nog maar max 80 rijden. Dus ik rijd nu 66. Ja, ik lach nu. Dan zak ik ontploft het dood. Als jullie dat lezen op het nieuws. Ik was het. Mensen, ik heb een probleem. Ik heb dus geen mondkap. Alleen dit. Hopelijk accepteren ze hoe ik ben. Mensen, het heeft gewerkt. Ja, wie gaat mij ook tegenhouden? Is een koude zieke bril. Nee, een geintje. Ik had gewoon een mondkap gekocht. Dus wappies niet helemaal blij worden van. Hey, hij hoort erbij! Hij is ook gek! Nee. Laten we dat nou alsjeblieft niet doen. Ik ben dus onderweg aan de bank zitten. Dus ik denk dat ik de eerste ben. En dan ben ik serieus. Ik ben veel te vroeg. En dat is voor mij heel bijzonder. Normaal ben ik echt letterlijk altijd de laatste. Maar nu lijkt het erop alsof ik best wel de eerste ga zijn. Aangezien Rob ook te laat is. Nou, ik ga straks natuurlijk sowieso tegen Rob zeggen dat het niet erg is. Dat hij te laat is. Ben je nou godverdomme 20 minuten te laat? Dat kan echt niet, ouwe. Iedereen zat helemaal te wachten op jou. Werkpaarden, sierpaarden, grote spelers, kleine spelers. Zo, je hebt je rug, jongen. Oh, dit. Ja, bescherm mij. Stop, jongen. Hé, laat me nu. Uitzetten, schelden. Nee. Wel. Jawel. Ik kan nog suipen van haar. Nee. Ik heb het besproken met mezelf. Ik ga deze week niet suipen. Hey jongens, wat voor lekkernij hebben jullie hier? Filet Amerikaan. Ik word eindeloos uitgebreid. Ik heb een die camera in die valet. Die camera in die valet Amerikaan. Hey, ik ben koud achter gescampt, ouwe. Zal ik vertellen waarom? Zet het gewoon door. Lekker, even geslept. Hey, ik ben koud achter gescampt. Ik had dus Spa Rood besteld. Nee, Sushi Rood. Want ik dacht, weet je, dat is gewoon met bubbeltjes. Ja, lekker. Krijg ik godsamme lazarus deze tyfus vitamin water. Dit is toch van Sushi Rood? Ja, Sushi Rood is toch gewoon met prik? Nee. F*** dit. Mensen, ik bestel zo'n broodje hamkaas. En wat de f***. Kijk, ik krijg er wortel bij. Ik wil een wortel of een broodje hamkaas. Ik zou dat sowieso niet willen, man. Mensen, ik ben thuis, ik heb gegeten. Flinke dag. Oh. En denk je, is het nu klaar? Het is nu 8 uur, maar eigenlijk begint mijn dag pas. Ik ga zo nog een video opnemen, ik denk 2. Want ik ga aan het eind van de week ga ik weg. Gewoon voor altijd, dan zie je mij nooit meer. Nee. Mensen, het is 1 uur geworden. Time to sleep. Slaap lekker. En tot morgen. Dames en heren, dag 2. Hele goede morgen. Ja. Het is nu 8:30. Ik ga even snel eten. Dan moet ik er vandoor. Want ik heb opnames vandaag. Voor Legends of Gaming. Je ziet in ieder geval van dat ik gewoon een zwart shirt heb. Want ik ben het shirt van hun ben ik kwijt. Dat is niet ideaal. In ieder geval vandaag een leuke dag. En eigenlijk ook wat leuks. Dat ga je allemaal zien. Eerst even lekker choppen. Lekker eten. Mensen, we zijn nu bij de logopnames. En oh mijn god, wie hebben we hier? Waarom word ik nou weer gefilmd? Dan mag ik werk hier. Hey, Matt, kan jij misschien een biertje voor mij tappen? Dat mogen. Ik denk het wel. Amstel graag. Ja, Amstel of IPA? Amstel. Staat die dicht? Ja, de tap zit op slot. Dat meen je niet. Ja. De tap op slot. Ze hebben ons genakt. Mag ik eens proberen? Probeer maar. Hou maar vast. Maar hij is op slot. Hij is niet op slot. Wel. Je drukt gewoon niet hard genoeg. Jawel. Oh, hij staat niet op slot. Dat is helemaal niet op slot. Dan tap ik al even voor je. Nee, dat is lekker hoor. Vind je dat erg? Nee, dat vind ik niet erg. Vind je dat erg? Hey, Sjaan, nee, het lijkt net koffie, maar... De smaak is goed, hij is lekker op temperatuur. Koffie met biersmaak. Dat is ook niet Amstel. Goed, doen we aan de video. Oké, nou, het is allemaal hartstikke leuk, maar het is nu tijd. Het is tijd om te gokken. Dit is het geld van Egbert. Shout-out. Hoe doe je dit erin? Zet die wel aan? 10 euro ingevoerd. Time to get some money! Ik heb start sparen. Wow, wil je een keer inzetten, zie je dat? 20? Ik had 20. Maar wat is dat dan? Ik denk punten. Punten, denk ik. Punten, ja. Start. Oh mijn god, dan gaan we. Oh, dat is dan 50 punten krijg je dan. Oh.
Hebben we iets? Hoe zie je of je iets wint? Oh, je moet het zo, je moet één van deze moet je hebben. Zo. Nou, deze, mensen, deze. Ik begrijp er echt een k**t van. Als we iets gewonnen hebben, dan zie je het vanzelf. Ja, 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 ja. Ja, oh, heel goed deze. Dat is een hele goeie. Ja! 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 10 punten! Wow! We hebben geld! We hebben geld! Ik hoor geld! Ja! 2 euro! 2 euro? Van de 10 terug! Hoi, we gaan weer 20-40! Ja! Yeah. Oh, ik kan nog gokken, tussen 80. Ja, dit is 0 en 80. Ja! Nee, stop! Hij betaalt! 10 euro! We hebben terug! What the fuck, man! Ja, ja, we ja, hebben weer geen rente! Oh, rente, oh, wat ziek! Nog 5! Wat nee! What the fuck? Bro, het lijkt alsof we aan het kutten zijn, maar... Het is echt waar! We hebben al 17 euro uit dat ding getrokken. Nou, wel gewoon 70% winst. Ho, 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 ho! Oh, 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 oh! Ja, die ga ik... 20! Ja! Het is gewoon 8 euro, ouwe. 8 euro! Oh, nee. Dames en heren, we kijken nu Nederland bij mij. Gingen jullie mee met het volkslied? Ja, man. Ik heb een bed gezet. Nou moet je je bek houden. Nee, nou kan je niet meer zingen. Dit is nu. Ik heb een bed gezet, dat is ziek. Hoe geloof je dat het gaat werken? Maar both teams scoren both halves. 1000 euro. Ja, dus zeg maar, allebei teams moeten scoren in allebei de helft. Dat gaat echt nooit gebeuren. Dat gaat sowieso gebeuren, dat gaat sowieso 1000 euro. Maar als het gebeurt, ouwe, dan zet ik dan, ja, dan, bij, en dan? Lucky day, ouwe. Maar dan krijg ik de helft, want jij gelooft mij niet. Ja, is goed. Als het gebeurt, krijg je de helft. Jullie hebben wel heel graag bij de bankje, dus dit wordt even een auditietape. Milo, Matti, Koen, Raoul. Ik denk echt dat ik gewoon oprecht heel goed bij de bankzitters pas, omdat ik net zo gekkig ben als jullie. En ik hou misschien niet van stroop, maar ik hou wel van poeders. Sean, het is mijn f***ing auditietape, man. Dames en heertjes, nieuwe dag, nieuwe kans. Het is inmiddels 9:45. Ik was net op kantoor, omdat ik even alles ging doornemen voor de verbouwing die eraan zit te komen. Nu ga ik naar huis, omdat er komt straks iemand mijn huis checken. Omdat gaat verbouwd worden in mijn buurt. Wat ze dan doen, dan checken ze je huis om te kijken of er al scheuren in zitten en zo. Zodat als dat door die verbouwing komt, dan krijg je dat verzekerd, denk ik. Of zo. Ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe dit werkt, maar ik denk dat het is. En wat ga ik nog meer doen vandaag? Oh ja, ik heb kunst nodig voor mijn huis. Ik ga naar een of andere kunstbeurs, dat wordt wel geinig en leuk. Mensen, genoeg te doen vandaag. Genoeg te zien. Ik tel tot 10. Doei. Oh, 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 oh. Huiscontrole gehad. Helemaal lekker, helemaal tjatsie. Ga nu even chillen. En daarna kunst kijken in Amsterdam. Mijn lens is altijd vies, man. Beter. Dames en heren, ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Hoe kan dat nou, joh? Ik had een leuke avond gehad, lekker gegeten. En nu is het een nieuwe dag, donderdag. En ik ben hier met Chachi Boy. Ja, ik ben gaan vloggen een week lang. Want wij zouden morgen samen naar Valencia gaan. En nu? Ik ga niet. Nee, Matt is weer ziek. Het is echt bizar. Misschien moet je een keertje fruit eten. Bruin fruit. Bruin fruit, ja, ja. Zullen we naar de snackbar? Nee, hey, we zijn hier op een legendarische plek. Als je dit niet herkent, dan ben je echt geen fan van mij. Nee, dan ben je echt wel een korte bankzitfan. Korte bankzitfan. Oké. Okay. Zijn al die wijven. Ik ga dus met Red Bull naar Valencia. Fucking leuk. Echt zin in. Ik ga nu mijn tas inpakken. Ik heb hier een beetje spullen. Ja, dit gaat niet mee. Maar daar heb ik een beetje spullen neergelegd. Spullen inpakken en let's go. Mensen, we zijn aangekomen in Valencia. Ja, fantastisch. Heerlijk weer. Ja, ik ben hier met Noah. Huh? Oh, wat doe jij hier? Good morning. Aangekomen de hotelkamer. Badkamer. Wc. Tafel. Bed. We gaan nu even lekker eten en daarna gaan we uit. Dat is wel leuk. Ga kijken of ik er iets kan filmen daar. Maar misschien ben ik te tap. Waarschijnlijk ben ik te tap. Waardeloos. Heel lekker. Dames en heren, goedemorgen. We hebben het overleefd. En echt even mensen, het weer is fantastisch. Geintje, het regent. Wat een k***zooi. Wat zie dit er godsgruwelijk. Wil jij orangina? Nee, doe mij maar een biertje. Nee. Mensen, ik was net in de Valencia store van de voetbalclub. En ik heb toch iets goeds gekocht. Ja, weet je, Chachi Boy on tour. Let's go, nu hoor ik er helemaal bij. En ja, ik liep dus laatst langs haar. Toen zei ik, doe je het te lang of ben je pas vol? Yo, what up, gasten. We zitten hier vandaag in een nieuw restaurant. Een nieuw restaurant? Ja, ik heb het net geopend. En het is ongelooflijk. We zitten weer pils te drinken. En het is echt 1 uur 's middags of zo. Tjoh, nou, we zitten in een soort... Wat, hij weet echt niet hoe je content maakt. Hey, what the fuck? Dit is juist content. Maar wat ga je eten? Ja, ik weet niet. Pils. Dames en heren, zondag, laatste dag van de weekvlog. Man, we zijn gisteren weer wezen suipen. Wel korter hoor, tot 3 of zo. Dat was lachen. En we gaan vandaag naar huis. We vliegen om 5:00 's middags. Jezus, ik voel me best wel goed.
Yes. Dames en heren, ik was helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Dat kwam omdat, ik was gewoon vergeten en het boeide me ook niet. Geintje natuurlijk. Het boeit me echt mega veel. Ik vind het super leuk. Weekvloggen, leuk dat ik ooit heb gedaan. Maandag, dinsdag ging heel goed, vind ik, in de weekvlog, als ik het zelf even terugkijk. Daarna, niet zo goed meer, hè? Nee, misschien ga ik ooit in mijn leven nog een weekvlogje doen. En zo niet, dan lekker niet. Ook vond je het leuk, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en zie ik jullie later. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.